Ik ben Bas van Kranen, executive chef van Bordeaux in Hotel de L'Europe. En sinds kort heb ik mijn menukaart wat anders ingedeeld. Dus je eet bij mij geen gangen meer, maar je eet smaakprofielen. In het tijdperk waar je bij heel veel restaurants één tasting menu krijgt, word je heel erg gedrukt in hetgene wat de chef wil wat je eet. Dat heeft me heel erg laten nadenken afgelopen jaar. Hoe kan ik nu gaan zorgen dat mijn gasten zelf kunnen kiezen wat ze eten? Het grootste probleem is vaak dat je hele menu door de war gaat. Dus je opbouw van je menu is weg. Ik ben nu begonnen met smaakprofielen. Dus we hebben 7 smaakprofielen die de opbouw maken van je menu. Dat betekent dus ook 7 gerechten. En daarbij heb je de keuze uit 3 categorieën. Eau, flore en faune. Dat staat eigenlijk heel simpel, klassiek Frans, voor vis, groente en vlees. Daarin krijg je 4 keuzes. Als je 7 gangen eet, kun je 4 gerechten zelf kiezen. Zonder dat daarbij ook maar iets verandert aan de opbouw. Dus op het moment dat jij uit smaakprofiel floraal de keuze hebt tussen bijvoorbeeld een langoustine, een eendenlever of een gerecht met pompoen, heb ik gezorgd dat ze alle 3 op hetzelfde smaakniveau, hetzelfde smaakpalet ingestoken worden in het menu. Onze keuken is niet veranderd. Dus we koken hetzelfde. We proberen wel steeds meer en dieper in te gaan op eenvoud door heel veel technieken te gebruiken, door weer een klein beetje terug te gaan naar vroeger. Met fermentatie, met oude technieken, oude processen. Om die opnieuw te gaan uittesten, dat doen we dus ook bijvoorbeeld samen met meneer Kranenborg, gaan we naar de herkomst van een gerecht, de herkomst van een product. En dat proberen we echt met invloeden van nu volledig nieuw leven in te blazen. Nou, om een klein beetje in zicht te brengen hoe het eruit ziet en hoe we nu de gast laten kiezen in het samenstellen van een menu, hebben we bijvoorbeeld in het smaakprofiel floraal 3 gerechten. Dus we hebben visgerecht langoustine met peen. Het groentegerecht is pompoen met nectarine. En het vleesgerecht is gebakken eendenlever met appel. Deze hebben allemaal dezelfde smaaktonen, dezelfde hoeveelheid zure en frisse tonen in het gerecht, waardoor ze allemaal op de positie floraal horen. Dus het maakt voor mij niet uit welke van de 3 gerechten de gast kiest. In het menu is het in de opbouw altijd perfect. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.